for glory. Dames en heren, bijna minachtig en hoor. De winnaar van deze partij is geworden het Team Wester Suriname. Donovan Wester! Make some noise! En dan kom brok en guru, kom brok en guru. Kom brok en guru. Vanavond heeft u waarschijnlijk een historisch gevecht meegemaakt. Of het is een omverkitting. Amma dreem effecton, ik vat dat je mee aankondiging. Amma na glory vechter. Amma snap dat glory, toen 3 maanden geleden in Frankrijk. En de mouw kisa boskopo. Dat ee, amma na die vechter troon. Wie weet, zo'n pasika opo langzaam maar zeker. Die amma die zie, omvolg op Chimanja. Anno kuku kekazani. Make some noise, dames en heren. Voor Donovan van Wester. Omvolg op. Middleweight zijn er ook nieuwkomers en één van hen is Donovan Wisse. Hij maakte al eerder zijn glory debuut. Hoeveel behoefte aan vers bloed is er in deze divisie? Nou, wat we dus in de 77 kilo hebben, missen we in de 85. En we zoeken zeer goed naar tegenstanders, met name voor Yousry natuurlijk. Ik ben hongerig naar vers bloed. Ja, daarom. Dus we doen ons best. Nee, maar we hadden echt behoefte aan nieuw talent in deze divisie. En we zijn blij met Donovan Wisse. Ja, want is dat lastig om die mensen te zoeken en te vinden ook? Nou, we zien ze wel. En maar soms zitten ze ook bij andere organisaties onder contract. En hebben wij ze al wel in de picture, maar dan moeten ze eerst nog weg. En ik weet gewoon dat de meeste jongens willen uiteindelijk terug naar het Glory platform. Maar ze moeten ergens beginnen en daar kunnen ze natuurlijk ook niet contract hebben. Zeker. En jullie moeten als Glory zijn natuurlijk ook de lat hoog leggen. Ter verduidelijking hebben we ook nog eventjes de kaart. Hier zie je dus de top 3 op en daarboven staat uiteraard de kampioen Pereira. Kijkers, een van harte goedenavond. Het is weer woensdag, betekent tijd voor een nieuwe aflevering van Top Sport Journaal. Vandaag staan we in Top Sport Journaal. We hebben hoog bezoek gehad, want Glory-vechter Donovan Wisse is gelijk na zijn partij van afgelopen zaterdag op Glory 62 vertrokken naar Paramaribo. Hij is aangekomen en is als eerste binnengestapt bij ABC. We hebben gesproken met Donovan Wisse over zijn partij van afgelopen zaterdag in Rotterdam. En ook over de toekomstplannen binnen de organisatie Glory. 60. Glory is de grootste kickboxorganisatie ter wereld. En Suriname mag zich nu dus wel trots en gelukkig prijzen dat we reeds enkele jaren Surinaamse vechters hebben die ook met de top meedraaien en ook bij Glory zitten. Nou, een van de opvallende vechters bij Glory momenteel is ongetwijfeld Donovan Wisse. Nu is het zo dat je in een best wel toffe weightclass zit. Als we kijken naar de top 4, dan zien we onder andere een van de broers Wilnis, die dacht ik vierde staat. Dan heb je die ene lange Marokkaanse jongen volgens mij. Yousry Belgaroui. Op de tweede. Ja. En dan heb je die Braziliaan die dus daar op dit moment de man is. Je bent nu 21, je hebt nog een lange weg te gaan, heel wat leermomenten goed. Maar zeg even, hey, sooner or later kom ik jullie wel tegen? Ja, sowieso. De heer Belgaroui heeft ook een uitspraak gemaakt op tv laatst dat hij op vers jong vlees staat te wachten. En ja, dat motiveert me ook natuurlijk om tegen hem te staan op een dagje. Ik wil graag stapsoet aanpakken. Ondanks mijn vlees van laatst. We haasten niks. Als het komt, dan komt het. We gaan niemand uit de weg. En dat komt zeker goed. Ik verheug me wel op dat ik een van deze dagen of binnenkort of whenever tegen ze sta. Maar je voelt je wel thuis in deze weight class? Ja, ik voel me sterk, ik voel me fit. Dus ondanks mijn jeugd, ik ben niet bang voor zo.